te slaan. Ja, ik ben toch van, nou ja, van je moet het zelf ontdekken, weet je wel. Goedemorgen. Het is 10 voor 11 en ik ben de kitties op gaan zoeken. Ik vind op zich wel, zeg maar, omdat ik dan niet in bed blijf liggen, omdat de kitties niet meer op de kamer mogen, is het wel wat actiever. Want je gaat gelijk zitten en ja, ik zit ook achter de laptop, terwijl ik dan echt gewoon soms tot 3 uur 's middags alleen maar op mijn telefoon zat. Dus dat is op zich wel positief. Ik moet vandaag boodschappen doen, want dat heb ik uiteindelijk gisteren niet meer gedaan. En ik heb niet zo heel veel meer in huis. Ik kan nu ontbijten met bananen en rijstwafels. En yoghurt dan wel zwaar, dus het is op zich wel... En ik wil dan vanmiddag eventjes gaan sporten en dan richting mijn vader. Dan ga ik daar avond eten en even douchen. Dan ga ik nu eerst Gilmore Girls kijken en nog eventjes wat vlogs voor uitwerken. Zodat dat allemaal gewoon goed gaat. De laatste dagen was het een beetje een rotzooitje. Omdat mijn computer elke keer vol was en dan kon ik niet vooruit werken. En nu kan het allemaal gewoon. Dus dat is wel lekker. Ja, en het is niet zo koud als gisteren. Dus dat scheelt. Ik hoop dat ik vandaag... ik heb gisteren echt wel een beetje last van gehad. Dus dat het vandaag beter is. Ik word net gebeld voor de gasmeter, dus ik was al helemaal enthousiast. Ik dacht, oh, het gaat eindelijk gebeuren. Zeg, ja, we willen graag deze week langskomen om de situatie te bekijken. Dus wanneer kan dat? Ik zeg, nou, ik ben op zich woensdag en donderdag en vrijdag gewoon overdag thuis. Zei ze, ja, nou, dan willen we graag woensdag langskomen. Ik denk, nou, hoppa, dat is gewoon sneller. Maar toen dacht ik, situatie bekijken. Dus ik zeg, is het dan echt alleen letterlijk om de situatie te bekijken? Ze zegt, ja, dan ga even kijken ja, wat de monteur ervan zegt, wat er precies moet gebeuren moet. En dan kunnen we de opdracht geven om dat te doen. En dan 2 weken later wordt waarschijnlijk de gasmeter geplaatst. En toen zat ik even te rekenen. Toen dacht ik, 2 weken later, dat is geen 9 november, dat is later dan 9 november. En de woonstichting had 9 november gezegd. Terwijl, hoeveelste is het vandaag? 25 oktober. Nou, dan komen ze donderdag 27 oktober. Ja, het zit wel rond de 9 november. Maar oh, het is toch überhaupt al dat ze dan eerst moeten komen kijken wat er aan de hand is. Denk ik, ja, er is al een monteur van Steding bij geweest. Die heeft het al gezien. Maar het zal allemaal wel. Ik heb er ook geen verstand van. Dus in ieder geval wordt er wel wat gedaan. Dat is het goede nieuws. En ik kreeg ook wel veel vragen naar of de woonstichting wel wat voor me deed. Ik betaal in principe geen huur. Of tenminste, ik betaal nu wel huur. Maar ik krijg mijn huur terug tot de dag dat ik gas heb. Dus dat is 2 maanden en een beetje. Dat is voor mij in principe gewoon 1000 euro. Dat is een hele hoop geld. Is het het waard? De eerste maand was het wel waard, omdat ik er natuurlijk nog niet in woonde. Dus ja, ik bedoel, no problem. Ik kon lekker klussen en dat je het dan af en toe een beetje koud hebt. Wat eigenlijk nog niet het geval was, want het was nog niet zo koud. Dus dat was eigenlijk wel mooi meegenomen. Maar nu zit ik wel op het punt dat ik denk, oké, weet je, ik zit erin. Ik wil douchen, ik wil koken. Het is niet alleen warmte, het is nog veel meer gas. Dus ja, voor mij was 1 maand genoeg geweest en ondertussen... Ik heb 13 september de sleutel gekregen en 13 november komt het gaspas, dus ongeveer. Dus nou ja, dat is 2 maanden en dat is wel balen. Maar het geeft niet, er wordt wat aan gedaan en je went er ook wel een beetje aan. En ik vind het wel gezellig dat ik dan elke keer nog even bij mijn ouders kan kijken. En dat vinden mijn ouders ook leuk, dus ach ja. Maar ik denk dat het pas echt hier wonen wordt als ik alles kan, want nu is het eigenlijk hier slapen. Ik heb kaarsjes aangestoken, maar Ginny is er niet zo van gecharmeerd. Hij zit er heel bang naar te kijken, hij komt niet dichtbij, hij heeft volgens mij wel door dat het warm is. Kijk dan. Hij kijkt een beetje Oh, ejo, ejo, hey! Dat is heet, gekkie. We zijn zonder overdrijven echt letterlijk 10 minuten verder en meneer zit nog steeds naar de kaarsen te staren. Hij zit er gelukkig niet meer aan, maar hij vindt het wel een heel raar fenomeen. Wat is het nou, Ginny? En daar ligt Tijger te slapen. Buddy, Buddy, Buddy. Ik noem hem nog steeds Tijger. Oh, ik geloof dat hij er vandoor gaat. Het is hier echt een zooi trouwens. Ik heb momenteel ontbeten met 2 bananen en ongeveer 6 rijstwafels. Gaat hij slaan?
ben toch van, nou ja, van je moet het zelf ontdekken, weet je wel. Alleen ik heb nog nooit een kat gezien die erop slaat. Ik weet dat Binky bij ons thuis, bij mijn ouders thuis, die stak ook zijn neus er een keer in. Echt erin. En dat hij toen ook, nou hij gaf geen kick, maar je zag wel dat hij het niet fijn vond. Maar sindsdien doet hij het ook nooit meer, weet je wel. Dat is ook wel, ik geloof dat het met kinderen ook zo gaat. Die spelen daar ook, die gaan hun vinger er doorheen doen en die komen er dan ook achter dat het te heet is. En dat moeten ze toch een keer ervaren. Maar ik heb nog nooit een kat gezien die dan ook tegen de vlammetjes aan gaat slaan. Ik heb me opgemaakt. Het zit nog steeds boven mijn ogen uiteraard. Het is nu 1 uur en ik zit letterlijk alleen maar Gilmore Girls te kijken. Ik moet blij zijn als ik alles gezien heb. Want echt, hij zit gewoon mouwend op de kattenbak. Hallo? Hij is gek, joh. Wat zit je te mouwen? Je hebt ook helemaal niks gedaan. Je bent er alleen maar ingelopen en weer uitgelopen. Wauw! Ik denk dat dit dus echt door de kattenbaktraining komt. Want ik doe dus elke keer als ze op de kattenbak hebben gezeten, krijgen ze een snoepje. Zodat ze dan merken van, hé, dit is goed. Alleen, volgens mij gaat Ginny er nu echt letterlijk alleen maar op zitten om een snoepje te krijgen. Want hij heeft helemaal niks gedaan. Maar met Ginny gaat het ook eigenlijk goed. Die heeft het nog nooit naast geplast of gepoept. En Tijger heeft gisteren ook de hele dag heel netjes alles op de kattenbak gedaan. En niks daarbuiten. Maar ik heb ook wel het idee dat zeg maar, als er niks op de grond ligt of iets waar die op kan zitten, vooral stof, dan doet hij het wel op de bak. Dus ja, ik ga zo ook die nieuwe korrels halen, want ze had dus katzand. En nou ja, dan hoop ik, dat die er overheen groeit of zo, maar ik doe in ieder geval wel. Ik neem niet licht op, want ik kreeg ook een reactie dat iemand zei, neem het nou niet te licht op. Nou, dat doe ik zeker niet, want ik bedoel, hoe vervelend is het als die overal plast? En als ik straks mijn bank heb en hij gaat op mijn bank plassen, nou, dan weet ik echt niet meer waar ik het zoeken moet. Dus ik ben er echt heel erg mee bezig over aan het nadenken. En ik leer ze ook echt van, nee, mag niet. En ja, ik ben ze wel aan het opvoeden, alleen jullie zien vooral de leuke beelden, denk ik. Ik ben terug van de boodschappenroom en ik dacht ik ga even laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb een pizza, gewoon ja, hè, voor morgen, overmorgen, ik weet niet precies wanneer. Ik heb een nieuw klein flesje en daarnaast voor het eerst een grote. Want het is dus eigenlijk zo'n grote is 1 euro en dan heb je 2 liter. En een kleine is volgens mij uit mijn hoofd 40 cent, 50 cent, zoiets. En ik kan het natuurlijk gewoon vullen. Ik hou gewoon van spaarwater. Ik vind het lekkerder. Al vind ik kraanwater ook helemaal prima. Ja, ik weet niet. Ik dacht ik doe het gewoon een keer. Kijken hoe het bevalt. En ik heb de kattenbakkorrels voor de kitties. Katzalm hygiëne plus. Nou ja, het zal wel. We gaan het gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Het is wel duur, maar ik denk dat je de zak er niet in 1 keer hoeft in te doen. Want hij lijkt me groter. Een kat in de zak. Zo, dan heb ik weer rijstwafels. Deze had ik, de vorige keer voor het eerst. Dit zijn meer granen rijstwafels van Jumbo eigen merk. En die vond ik echt lekker. Dus die heb ik nog een keer gehaald. Ik heb tomaatjes. Gewoon om te snoepen. Ja, eventueel door de salade. Maar ik koop de laatste tijd vooral salades die al klaar zijn. Omdat ik te lui ben om ze zelf te maken. Een klein pakje boter. Om bijvoorbeeld de tosti mee te besmeren of zo. Want ja, ik miste het toch. Maar ik eet het niet zoveel dat ik een grote nodig heb. Dan kaas. Een voordeelverpakking. Want die andere was heel snel leeg. En dan kan ik weer tosti's maken en crackertjes met kaas eten. Ik vind kaas wel best wel duur als je ze in plakjes koopt, maar ik heb geen kaasschaaf. Maar het scheelt echt een hoop. Als je gewoon zo'n groot stuk koopt, ben je goedkoper uit. Dus echt, ik ben er nu zo op gefocust en zo op aan het letten. Dan 1 klein lekker iets, gewoon om af en toe eens een koekje te nemen, chocoladekoekjes. Ik merk toch dat ik dan s'avonds nog eventjes iets te snijden wil. En het mag ook best, als ik gewoon verder gezond eet en ook ga sporten, dan is het geen probleem. En dan als laatste mandarijntjes. Het is weer mandarijnentijd, dus ik hoop dat ze al lekker zijn. Maar ze ruiken op zich wel goed. Ik denk dat het nog iets te vol is, maar ik ga het gewoon proberen. En dat is wat ik gekocht heb, dus ik ga nu even lekker een lunchje voor mezelf maken. Ik was al onderweg naar mijn vader. Alleen, toen kwam ik tot de conclusie dat ik mijn werkkleding niet bij me heb.
En ik ga eerst sporten, dan naar mijn vader, samen eten. Mijn moeder zit momenteel in Spanje bij mijn oom. En daarna werken. Maar ja, ik kom moeilijk op het werk aankomen zonder kleren. En ik dacht wel van, ik kan ook voor het werk nog eerst naar huis. Maar ik was nog niet zo ver. Dus ik dacht, ga nog even terug. Even halen, anders dan moet ik straks weer haasten. En daar heb ik geen zin in. Het is 4:15. Uurtje sporten ben ik 6:30 bij mijn vader. En dan moet ik rond 6:30 weg. Hebben we een uurtje om te eten. Ik kreeg trouwens laatst nog een reactie. Moest je nou huilen? Op de fiets. Maar dat is een soort ding bij mij. Ik moet heel vaak huilen op de fiets. Gewoon door de wind. En ik weet niet, mijn ogen kunnen dat niet aan of zo. Ik snap het ook niet zo goed. Maar dat hoort er dus een beetje bij. Ik heb het al wel vaker gezegd. Maar ja, niet iedereen die heeft dat natuurlijk gehoord. Maar als ik dus huil op de fiets, dan is dat vanwege de wind en omdat ik niet spoor. Er gaat niks boven een lekkere lange douche. Het enige probleem is, ik heb mijn haarborstel niet mee. En mijn moeder heeft haar natuurlijk mee naar Spanje. Dus ja, dat wordt met ongeborsteld haar naar het werk in de hoop dat het een beetje normaal op gaat drogen. We hebben pizza gegeten. En een beetje zitten kletsen, maar ik heb niet zo heel lang, dus ik moet zo weer gaan. Even te denken waar mijn werkkleding is, maar niet hier. Dus ik denk in de woonkamer. Het laatste wat jullie zagen was dat ik net gedoucht had thuis, volgens mij. En nu is het 3:00 s'nachts, lig ik in bed. Ik was 2:30 thuis en ik heb nog even een 30 minuten bij de kitties gezeten en mandarijntjes gegeten. Ze zijn echt al best wel lekker. Maar nu lig ik in bed en het is super koud. Mijn bed is ook zo koud, maar die warmt gelukkig zo op. En dan ga ik lekker slapen. Ga nog even een aflevering Gilmore Girls kijken, want ik ben uiteraard niet moe. Het is echt... Maar het geeft niet. Ik kan morgen wel gewoon uitslapen. Maar ik ga wel naar Birdie. Dus ik wil niet te lang in bed blijven liggen. Maar ik ga ook geen wekker zetten. Ik ga even Gilmore Girls kijken. Make-up eraf halen en lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen. Goedemiddag. Ja, het is ondertussen 12:30. En deze is heel blij dat ik wakker ben geworden. Wat is dit?